Franse en 6 Vlaamse kandidaten zijn nu 14 dagen bezig aan hun expeditie. In verschillende teams hebben ze tegen elkaar gestreden voor immuniteit en met elkaar kampgenoten weggestemd op de eilandraad. Vandaag is de dag waar ze allemaal naar hebben uitgekeken. De samensmelting. Vanaf nu moeten zij individueel tegen elkaar strijden. Een plekje in de samensmelting is evengoed een stap dichter bij de finale. Kandidaten, zijn jullie er klaar voor? Ja! Negeer de regen! Dit is voor de samensmelting! In 3, 2, 1, go! De kooi is het chaos. Je moet de touw volgen, ergens onderdoor en weer terug en weer omhoog. En de regen maakt het ook nog ontzettend lastig, want het bamboe was ontzettend glad. Op een gegeven moment heb ik een bamboe stevig vast. Ik heb het echt even nodig voor mijn evenwicht. En mijn hand wordt gewoon weggetrokken. Ik denk, fuck, dat kan niet. Maar het doet er niet toe. We moeten doorgaan. Zak voor zijn eigen. Het is individueel. En dan moet het doorknallen. Ik heb geen tijd om sympathiek te zijn en even een handje te geven of te helpen of dit of dat. Nee, elk voor zijn eigen. Ja. Je komt dan boven als eerste, ja, dan denk je direct, kei leuk. Je begint die knoop los te maken en ik was aan het denken, niemand heeft mij eigenlijk gezien. Niemand zag dat ik er eigenlijk al boven stond, want ik hoorde niemand iets zeggen. Ruud is als eerste uit de kooi. Huh, nog iemand vlugger dan ik? Ja, dan zie je Ruud al lopen. Ik zo, godverdomme denken. Weet je alles, van, meent je dat nu? Nu Ruud uit de kooi is, kan ze de 4 zakjes met puzzelstukken gaan verzamelen die ze nodig heeft om de puzzel te maken. Ruud is als eerste naar de balk. Maar dan moeten we zien hoe moet je die een haak gooien. Ja, ik probeer dat. Totaal verkeerd. In de kooi gaat het nog tussen Nelleke en Natasha. Ik denk rustig blijven. Dit spel is lang. Er kan nog van alles gebeuren. Oké, ik heb een tegenslag gehad. Kom op, doorzetten. Natasha en Nelleke zijn van boven in de kooi. Ik ben zo blij dat ik voor Natasha in ieder geval die kooi ben. Godverdomme, ik klop haar echt in alles. En dan ga ik nu hier later dan Natasha de kooi uit. Dat gaat me niet gebeuren. Thomas heeft 4 zakjes, dus mag beginnen met de puzzel. Thomas heeft zijn 4 zakjes. En ik dacht, is dat niet waar zijn? Je gaat mij hier niet voorbij steken. Ruud heeft ook alle 4 de zakjes met puzzelstukken. En mag beginnen aan de puzzel. Ik smijt al die blokjes op de grond. En ik zie direct, oké, ja, dat is ons vlag waar we al 14 dagen mee rondlopen. En Koen heeft zijn laatste zak met puzzelstukken. Ja, ik ga niet zien, man. Begin met de puzzelen, man. Dat was sarcastisch. Omdat iedereen weet dat ik dat niet kan. Maar ja, een beetje de lol erin steken. Ik blijf het altijd goed gezind houden. Als een van de laatste was ik klaar met het hele hengelen. Dus ik begon wel met een behoorlijke achterstand moet ik aan de puzzel moet ik beginnen. De evenwichtsbalk staat aan, maar de zakjes, ja, dat ging langs geen kanten. Ik was de enige met nog 4 zakjes. Ja, dat begint er een heleboel dingen in mijn hoofd af te spelen. Ik had totaal niet verwacht dat die puzzel zo snel ging gaan bij mij. Ik wist wel wat het eindresultaat ging zijn, maar ik dacht, ja, iedereen weet dat toch, want iedereen loopt toch met die vlag rond. Ik had echt onderschat hoe slecht mijn evenwicht is. Ik ben gewoon een klungel op een lange plank. Kevin weer terug aan het begin van de bal. Ruud, proficiat, je hebt je puzzel als eerste opgelost. Kom je bandana maar halen. Wel verdiend, alsjeblieft. Ik was wel aan het hopen van dat ik de eerste was, maar ja, je weet dat eigenlijk niet. Want daarmee, ik ben zo verbaasd. Die zegt ineens, ja, kom je bandana maar halen. Maar ik dacht, ja, is het nu gedaan of moest er nu nog iets gebeuren? Ik pas er even niet bij. Maar Natasha, rustig blijven. Nee, het is nog niet rustig gedaan. Blijven, alles is nog mogelijk. Ik heb meer en meer door dat we altijd zeggen van, ik ga opgeven. Maar toch doe je verder. Je gaat niet opeens zeggen van, ja, en ik stop ermee. Nee, ja, doe gewoon verder. Natasha, je kunt het nog inhalen bij het puzzelen. Niet opgeven nu. Ja, Thomas. Yes, kijk aan. En ook het laatste zakje met puzzelstukken heeft Natasha. Op een gegeven moment ben ik maar klaar en dan zag ik een stuk van de ei van Robinson fout zat. Daar moet alles weer af natuurlijk. Alles boven de grond liggen. Ik heb even mijn frustratie los te houden van dat kan toch niet hier. Dat kan toch niet dat ik zo lomp ben en niet zien. Kom aan, Koen. Thomas, goed gedaan. Kom je bandana maar halen. Fuck!
Thomas, de derde banana is voor u. Dus ik sta er dan als derde en dan zie je nog al de anderen ook bezig. En eigenlijk heb ik, omdat ik en Kevin eerder uit het team gerukt zijn, met iedereen een band kunnen opbouwen. En eigenlijk gunt je het iedereen wel. Yes! Jorik, goed gedaan. Ook jouw puzzel is klaar. Yes! Yes! Ik maak eigenlijk de puzzel vrij snel af voor mijn gevoel. En ik kom als vijfde, kan ik mijn bandana gaan ophalen. Ja, en dan komt er wel even ontlading van... Yes. Ja, eindelijk maak je stem. Ik ben aan het puzzelen en ik merk gewoon, ja, volgens mij ben ik te oud voor puzzelen. Het was een drama. Ik miste het inzicht van hoe ik die puzzel in elkaar moest zetten. Ik weet van mijn eigen, dat is niet mijn ding. Laat me hier godverdikke het kanaal overzwemmen of dan de volgende berg. Zal ik helemaal niet in deze precies zenders voorlasten, maar... Ik kom daartoe als laatste. Ja, dan moet je natuurlijk kijken van... Hoe zit die puzzel in elkaar? Iedereen heeft al meer dan de helft, dus ze spiekt een beetje naast u. Kevin, jij mag hier ook. Ja. Jij mag een bandana verdienen. Dat gevoel... Dat is een overweldigend gevoel. Dat is zoveel emotie dat er op je afkomt. Ik heb direct Thomas in zijn armen gesprongen. Het was echt een fantastisch gevoel om dan erbij te zijn. Ja, ik was echt oprecht... blij dat hij erbij was, want het is echt wel mijn match hier. Ja. Lekker, mooi! Uiteindelijk heb ik hem, maar dan kijk ik en dan zie ik gewoon oost-oost. Ik denk, dit meen je niet. Fuck! Ja, hij is goed! Hij is goed! Hij is niet goed! Ik ben alleen nog maar bezig geweest met of de puzzelstukjes passen, maar ik heb niet meer nagedacht van de voor- en de achterkant. Dus heel de dingen weer even uit elkaar, snel omdraaien. Ja, en toen zat hij in één keer goed. Nu heb je hem. Hey. Lekker, jongen. Lekker, heel goed. Yes. De ontlading is al wel echt even groot bij mij. Het begon om echt te knijpen en ik wil super graag. En als het dan eindelijk lukt, dan is er wel even ontlading en dan gooi ik er die wel echt even uit. Wat een kutpuzzel. Ik heb nog twee bandana's in de aanbieding. Binnen! Dat gevoel, dat was super, omdat ik, ja, dat is een stressproef voor mij deze. Dus voor mij was dat een hele ontlading, ja, toen ik erbij was. Ik heb nog één banana. En die is voor Herman. Ik besefte op dat moment nog niet gelijk dat dat samensmelting is. En dat, nee, ik was vooral nou, heel blij. Er was nog één banana en die was voor mij. Natasja, je bent de laatste. Helaas, dat betekent einde expeditie Robinson. Ik was heel graag verder geraakt, want nu zijn het individuele proeven. Dan test je nog meer jezelf. Ik denk dat je jezelf dan nog meer tegenkomt. Ik denk, als je hier geraakt, wil je gewoon verder. Ja, jongens, wat een proef. Ruud. Ja. Proficiat, je had als eerste je plaats in de samensmelting. Hoe voel je? Ja, leuk. Ik kan het niet geloven. Deze immuniteitsketting. Die is voor u. Kom maar halen. Dank je. Merci. Zo. Merci. Natasja. Ja. Helaas. Ja. Je was als laatste klaar met je puzzel. Dat wil wel zeggen dat hier de expeditie eindigt. Ja, inderdaad. Jongens, op jullie wacht een lekker droog plekje. Met het walhalla aan eten en drinken. Dat is zeker en vast wel verdiend. Goed gedaan, jongens. Geniet ervan. Gefeliciteerd. Ja, jongens, jullie mogen nog even afscheid nemen van Natasja. En mogen jullie gaan eten. Ik ben voldaan. Ik heb een mooie expeditie achter de rug. Ik kan zeggen dat ik het gehaald heb net voor de samensmelting. 14 dagen, ik denk wel dat dat mooi is. Ik ga alleen positief onthouden. En het negatieve laat ik achter mij, want het was een hele mooie ervaring.